Dit is een profkeeper. Hij is meer dan 100.000 euro waard. En ik ben Koen, een doodnormale amateurkeeper. En ik ga het opnemen tegen Tristan om te kijken of ik beter ben dan hem. Nou, we gaan dus vandaag verschillende challenges doen om erachter te komen wie nou echt de betere keeper is hier vandaag. Ja, ik denk, hij is misschien wel 100.000 euro waard, maar een gratis amateurkeeper die kan het net zo goed. Nee, tuurlijk niet, joh. AZ-spelertje hier. Ik laat het wel even zien, jongen. Win makkelijk. Gaat eraan. Okay, let's go. Oké, Tristan, de allereerste challenge. Een sprintrace. We gaan makkelijk doen. 16 tot 16, wie wint? 3, 2, 1. Ja, wat is dit nou weer? 3, 2, 1. Jongens, stop. Wat? Hij trok eerder. Hij trok eerder dan mij. 3, 2, 1, go! En alsnog! Is winnaar, overduidelijk, Koen! 1-0 voor de gratis keeper. Dat was de sprintrace. Volgende oefening, reflexen. 5 ballen op rij, van de lijn naar voren, snel achter elkaar, boom, boom, boom. Wil je eerst keeper of is je niet? Oké, succes. We gaan weer winnen, jongens! Ja. Lekker, man. Ja, je knalt hem gewoon in de hoek hier, man. Wat wil ik doen? Ja. Wat was die laatste? Ja, ik was nog bezig met de vorige bal. Nou, je reflexen waren al een stukje beter dan je sprint. Ik heb gewonnen volgens mij, dus... Oké, staat 1-1. Die gaan we uittrappen. Volgende oefening, uittrappen. 3 side volleys. 3 doeltrappen, allebei de kanten, dus een totaal 12. Oké, maar dat kan ik dus echt niet. Zo hé, je ziet het hè. Dat zijn die 100.000 euro's die komen kijken even. Maar de laatste die gaat missen. Oh, zei je direct, mist het. Vijf van de zes, ik weet niet of we dat kunnen evenaren jongens. Dan moet ik ze alle 6 goed trappen. Daar gaan we. Maar dat is niet ons target, hè? Jawel! Ons target is Randy. Ja, maar Randy. Niet de diepte van Randy. Randy moet naar de goal. Hij moet scoren. Prima. Ja, die is... Die tellen we niet goed. Ik ben reëel, die telt niet jongens. Hij was niet goed. Hij was te hoog. Slechte bal. Maar ik hoef alleen met doeltrappen nu goed te trappen. En staan we gewoon gelijk. Moet dat nog eerst wel gebeuren, hè? Ja, dat lukt wel. Oh. Moet wel gebeuren, hoor. Even far. Dat wil ik even nog een keer. Moet dat nog eerst wel gebeuren, hè? Ja, dat lukt wel. Oh. Moet wel gebeuren. Nu komt hij. Dat was een oefenbal. Telt niet. Ja, ja. Ah, prima. Uit. Niet prima. Raak hem aan. Uitbal. Ja, die is sowieso. Die tellen we voor een half. Je hebt 3,5. Oké, 3,5. Maar weet je wat er is? Jij moet winnen. Jij bent zoveel geld waard, profkeeper. Ik hoef helemaal niks. En hoeveel jij waard? Kun je iets halen bij de Albert Heijn van je waarde? Met mijn bonuskaart. Met je bonuskaart. Oké, Tristan, volgende challenge. Dit is een hele leuke. Hoe gaan we hem noemen? Rennen, schiet challenge? Ja. Rennen, schiet, zoiets. Om de goal heen rennen, eentje schiet, de ander moet hem tegenhouden. We doen allebei 2 keer. Winnaar wint. Dus we hebben nu sprint gedaan, heb ik gewonnen. Reflexen gedaan, heb jij gewonnen. En trappen gedaan, heb jij gewonnen. Dus je staat 2-1 voor tegen mij. Dus ik ga deze sowieso winnen. 3, 2, 1, ja! Ah! Yes! Ik ben tegen je aan het doorgaan. 1-0. Op jou gaan we. Ja, mag ik hem even een scheetje laten. Mag dat erin? Alsjeblieft, laat dat erin. Ja, nu mag jij in mijn stank. Mag... Het is allemaal afleiding. Het is allemaal af... Daar is allemaal de knock-out neer. 3, 2, 1, ja! 3, 2, 1, ja! Hij heeft hem gewoon! Jongen. Oh, nu moet ik hem pakken, hè? Ja. Anders heeft hij gewonnen. 3, 2, 1, go! Nee, er zit nog in de... Kan er nooit bij. Tristan is de waardige winnaar van de Rennen Schiet Challenge. Nu begint het echte werk. Vrijtrappen, aannames, schieten, penalties. Oh, echte man. Keeperswerk. Dat kan helemaal goed. Oké, we gaan eerst vrijtrappen doen. Laat hem niet vergeten, deze man die speelt niet alleen bij AZ, maar is ook keeper van Jong Nederland. Ik ben Koen. Maar ik ga wel even een paar vrije trappen scoren bij de keeper van AZ hier. Minpunt voor elke bal die ik klem. Zo! Zo, dat was een begin geweest, hè? Kijk, nu zit hij wel. Dat was een makkelijk balletje voor je. Oh ja.
heb iets met de paal vandaag, jongens. Ik voel het al. Wat is dit nou weer, jongens? Het waren 3 wereldgoals geweest. Jongen, jongen, jongen. Zit niet mee vandaag. Mis. Mis, zegt hij. Niks ervan, mis. Nee. Hoppa. Lekker. Ik stop. Ik ga naar huis. Het heeft toch geen zin meer zo, jongens. Alles op de paal, op de lat. Zit er niet meer in, jongens. Ah! Oh! 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 Zit hè, die zit! Godverdamme jongens! Oh ja! Nee! Oh, dankjewel! Oh! Niks ervan, jongen! Niks ervan! Nu aanname en schieten. Het volgende wat we gaan doen, is de bal aangooien of trappen. 1 aanname en dan schieten op de goal. Nogmaals 10 ballen, kijken wie er meer tegenhoudt. Oh! Nee, wat is dit vandaag, man? Ik zit niet mee vandaag, jongens. Oh, ik dacht dat er nog een vieze bal voor was. Oh. Was misschien een slechte aanname, maar dat maakt niet uit. Want het schot was bellissimo, zeggen ze. Hij stuurt er gewoon de foute kant op en dan is hij nergens. Dan kan hij niks. Hoe heet hij? Bismillah. Waar ging die naartoe? China? Zeg het jongens, dat eerste schot heeft mijn das omgedaan. Heerlijk! Oh, afleiding! We zijn nog niet klaar. Eén laatste oefening. Penalties jongens. Hier draait het uiteindelijk allemaal. Oké, okay, we doen gewoon normale penalty reeks. 5 ballen. Okay, kijk hier. Ah, je gaat dan, ik weet het al. Wat dan? Jij wilt mij vertellen waar ik moet schieten. Ik kan nu in de camera vertellen waar jij gaat schieten en dan ga je ook schieten. Ja, doe maar. Rechts van mij. Ah. Oh! Oh! Niks ervan. Maakt niet uit, ik sta nog steeds voor. Oh. Jongen, jongen. Nee! Wat was dit voor een penalty, jongen? Het is een cadeautje, gratis. Nu staat het weer gelijk. Als ik hem tegenhoud, dan win ik, hè? Maar dat gaat niet gebeuren. Sullen death, jongen. Sullen death. Laatste penalty. Moet scoren. Als ik niet scoren, is het afgelopen. Heb jij gewonnen. Oh! Hij pakt hem gewoon. Ja jongens, je hebt gewonnen man. Zoals ik al zei. Ja, ja, lekker man. Laatste tijd dat hij die pakt, de werelds man. Ik ben echt een topkeeper. Ja. Dankjewel, was een leuke sessie. Zeker. Jongens, als jullie de video leuk vonden, like en abonneer even. Check Chris dan ook even. Ik link hem in de description van deze video hieronder. En ja, we zien jullie weer aan de volgende video jongens.